Yo guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog na 1000 jaar. We zijn nu in de tattoo shop. We gaan samen tattoo zetten, toch? Ja, man. Maar vandaag gaat die van mij niet meer lukken. Kan je die voorbeeld laten zien wat we gaan zetten? Ja. Oeh, dat doet echt pijn. Vorige keer heeft hij deze in zijn nek gezet en hij deed niet zenuwachtig of zo. Bij deze kleine tattoo heb je helemaal te shaken in je pants. Pijnlijk, hoor. Kijk, dit gaan we doen, maar ik wou daar een vlinder. Ja, ik had dus niet zo goed gekeken met de tijd. Het is nu 2:30 en om 4:00 moeten we bij de surprise party zijn. En ik moet nog allemaal cadeautjes halen en zwemkleren en allemaal dingen bij de Primark. Dus ik kom sowieso echt kapot laat. Dus daarom moeten we straks gelijk uit de deur vliegen. Daar, eruit vliegen. Nou, we zijn net even snel gereisd. We hebben even cadeautjes gehaald. We waren een beetje aan het denken van ja, wat moeten we nou halen voor haar? En ja, we hebben eigenlijk gewoon dingen gehaald. Ik heb voor mij niet eens gezegd waar we naartoe gaan. Nou, we gaan naar de B-Day Bash van Femke. Surprise, toch? Ja. Oh, ja. Nou, soms zeg ik B-Day Bash, surprise party. Ze denkt zeg maar dat ze vanavond een feest gaat geven in de huis. Maar dat gaat dus niet door. Ja, natuurlijk corona-proof allemaal. Maar ik dacht dus van, wat moet ik nu halen? Dus ik heb eigenlijk gewoon dingen gehaald die ze gewoon nodig had. Je filmt altijd van beneden. Ja, let eens niet zo op mijn man. Dus ik dacht van, wat moet ik nou voor de halen? En ik was dus gisteren bij de thuis en ze was zichzelf echt zielig aan het opmaken met zo'n spiegel die kapot was. Die zeg maar geen licht had. Dus ik heb zeg maar zo'n spiegel met zo'n licht gehaald. En make-up doekjes. Want ze vraagt me de hele tijd, heb je make-up doekjes? En die heb ik zeg maar ook niet. Dus ik dacht van, nou, dan kan ik die ook mooi erbij halen. Want nog meer. Een outfit, een Batman outfit voor de hond. En een onesie, dat zit in dat groene ding daar. Die heb ik ingepakt. Die heb jij ingepakt. Je bent zelf. Ja, maar ik heb zeg maar die plakband gedaan. Ja. Ja. Maar ik heb wel honger. Denk je dat er eten is daar? Ja. Wat ik geleerd heb, is dat je altijd met een volle maag naar een feestje moet gaan. Nee, op feestje moet juist eten aanwezig zijn, moet het leeg gaan. Ja, maar je weet dat niet van tevoren toch? Nee. Ik ben wel brutaal, ik zeg soms tegen mensen eten? Van hé, is er wel eten? Niet normaal eten, maar gewoon eten. Ja, zeg maar volle maag eten. Volle maag eten. Nou, kapot cute. Nou, happy birthday, ze is achtergekomen. What the present was. Getting lit today! Nou guys, ik was helemaal vergeten te vloggen, maar deze kamer ziet er echt zo cute uit. En hier is de badkamer. Moet je ze smiley aan, wie de fuck je bent. Lifestyle crazy. Trouwens, mijn camera was kapot. Mijn vriend had mijn camera kapot gemaakt, maar ik heb hem vandaag opgehaald. En dit is Fem voor de B-Day present. Wij gaan naar huis. Dit is niet goed hoor. Kan je niet bellen, bitch? Hallo? Kan je deze stem? Nou, we gaan shotten vandaag. Onze tanden, jongens. In deze vlog gaan we naar. Waar gaan we weer naartoe? Oh ja, Antalya! Hey, dat is Linda Plinder. Chille stem! Ja, ze heeft echt een hele chille stem. Kan je zeggen, het komt wel goed voor haar? Het komt echt goed voor haar. Geloof me, het komt echt goed. Ik zeg jullie eerlijk, mensen, het is echt een hele mooie locatie. Hier zijn allemaal verschillende huisjes. En dan heb je hier een ander huis. En daar staat dan random een bad. Kijk, hier gaan wij een bad. Oh, kijk, ben jij er ook opeens? We hebben dit huis pas gekocht. Even jullie even een rondleiding. Ja. Hier nemen wij s'nachts, na een harde werkdag, nemen wij hier gewoon lekker een duikje. Kijk, onze kamer ligt ernaast. Oh, het ja. Is heel goed gelegen naast onze slaapkamer. Dan hebben we hier, je zal het maar niet geloven. Maar dan hebben we toch een badje buiten staan. Kijk eens, jongens. Ja. Potverdomme, hé. Oh, ja. Ja. Zeg je dat?
Je trekt hem zo uit die lange ding. Kijk eens jongens, dat zou je toch niet geloven. Maar met lekker weer is dit toch enig. Dit is toch optimaal genieten. Ik wou zeggen optimaliseren, maar dat is geen Nederlands woord. Ik weet niet of ik nog ga vloggen, want je weet toch, ik ben op een feest. Ik wil niet altijd met die vlogcamera in mijn hand staan. Nou, goedemorgen jongens, zoals jullie zien, de day after. Lekker theetje erbij. En we hebben onze nieuwe patas binnen. Ik ga jullie nu even laten zien. Wow! Oh my god. Deze zijn voor Dove. En deze zijn voor mij. Een schattige maat 36. En... ik weet niet wanneer deze vlog online komt, maar deze week staat er een winactie online. We gaan 2 patas weggeven. Dus begin deze Insta te volgen. En ook een dikke shout-out naar Emanuelle. Dit gaat het eerste boek zijn in mijn leven wat ik ga lezen. Ik heb nog nooit in mijn leven een boek uitgelezen. Want op school ging ik altijd samenvatting opzoeken op internet, op scholieren.nl. En dit ging zeg maar mijn eigen woorden vertalen. Maar deze ga ik echt lezen. Oké, ik ben dus vandaag heel dag vergeten te vloggen. Omdat ik echt brak was van gisteren. Echt niet normaal. Laatste tijd als ik drink, word ik gewoon moe en dan val ik in slaap. En ik was dus op de tafel in slaap gevallen bij Femke. Dus ja, het is nu 1 uur in de nacht. Ik was Selma de tune aan het checken. Loki fangirl. Ik heb echt iets kapot cute gekregen. Dit is een Christmas box van Edgar en Cooper voor Brownie. Echt super schattig. Kijk dit. Alleen hij speelt hier niet meer, hij is de high class. Maar echt een schattig kerstmusje ook gekregen. Hier een sok met Brownie erop. En dit vond ik echt het meest lidde. Wijn voor honden. Like what the fuck. Wie verzint dat nou? Ik zweer het je. Ik wil Brownie echt drunk zien aan de hondenwijn. Dus we gaan hem morgen lekker dronken maken. En allemaal lekkere dingen die hij niet eet. Ik wil het echt proeven. Het ziet er zo lekker uit. Ja, in ieder geval. Nou, dat is dus een beetje wat het is. Dus morgen is Davio's kleine zusje jarig. Dus dat gaan we vieren en ik mag hem opmaken. Nou, dat wordt wat hoor. Ik ga ze echt heel lelijk maken. Even mijn pruik opruimen van de bank. Goedemorgen iedereen. Ik ben echt net uit bed gerold. Ik ga die brownie uitlaten. Daarom ga ik om 1 uur tattoo zetten. En dan gaan we naar het kinderfeestje van dat mio zusje. Alleen ik zit even te kijken welke haarkleur ik op ga doen. Rood, oranje, zwart of groen. Wat zeggen jullie? Zet het in de comments. Welke jullie het mooiste vinden. Nou, we zitten nu in de auto. Ik had even geen tijd om mijn make-up te doen. Maar weet je wat zo satisfying is, jongens? De geur. Ah, van nieuwe schoenen. Oeh. Ja, dat ruikt echt fucking lekker. Ik weet niet, als ik geen make-up op heb, lijkt ik echt op een uitgeveegde boterham. Mijn hoofd begint ook weer bol te worden. Ik was echt goed afgevallen. Maar ja, zo zie je maar, voeding is echt belangrijk, want ik gym nog wel. Jezus, hé. Oliebollen season. Nou jongens, deze plek is echt pijnlijk. Maar we gaan ervoor, want we zijn strijders natuurlijk. Dat weten jullie toch van me. Daf is ook eten halen, dus dat vang ik ook alweer gelukkig. Dit is het gordel.
We hebben samen een matching tattoo. Beast and rare. Ah, dit is echt een vervelende plek, man. Maar we hebben hem. We hebben hem. Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is baby, de baby. Wat heb je allemaal gehad voor je verjaardag? Dit. Nog een Barbie. Ja, en een skateboard. Kijk, met de kliegjes, toch? Kan je erop rijden? Ja, een beetje. En het geeft licht. Zo! Kom maar. Wat? Kijk, ik was samen op de rug. Gisteren. Huh? Gisteren. Ah, gisteren. Zo. Waarvoor is ingehuurd? Ja, lagers te lakken. Make-up arts ook, hè. Ik ga straks hun wenkbrauwen overhoog. Eyeliners en ook. Ja, eyeliner. Jij zat net een berichtje gezet dat ze niet... We hebben nu de mooie blauwe bougie. Nagelbaan. Is het zat? Is het weg? Maar ze zijn nu terug nu dan. Ja. En we hebben ook lippenstift. En hele gekke kleuren. Nou, ik zit vandaag in het glam team. Ik heb net eten opgemaakt. De nagels gedaan. Nagels gedaan. En een hartje op haar gezicht gemaakt. En een ster. Ik heb de video van. Ja, oké. Okay. En jou heb ik ook opgemaakt. Je hebt een sterretje. En wat zit er aan de andere kant van je hoofd? Een hartje. Oké, okay, wie is de volgende? Ja, ik. Oké, ik heb Jana opgemaakt. En, wacht even. En ze heeft een smiley op haar gezicht. En een bloem. En blauwe lipgloss. Wauw! Oh my god! Oké, we gaan die tinkel doen. Oh, ik moet deze ook nog op. Maak niet uit, want het is goed. Ja, het gaat goed. Ja, maar alleen jij staat erop. Je ziet al die andere plaats. Oh, dan ga ik me er niet plaatsen. Wat is het lelijke rooi op je gezicht? Bitch, go back, go back. Hop in a bus like that, like that. No, 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 no. Don't walk like that, you talk like that. You walk like that, you talk like that. Boom, 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 boom. What? Niks. Wat zei je daar? Niks. Ik ben voor het licht hier, zodat iedereen goed gezien kan worden. Zou ik bij Epos Little Vissen gaan disco maken? Hey, disco! Disco! Woo! Hey, hey. Maar is dat zijn make-up? Ja, Eva is nu de vriendinnetje aan het opmaken. Ze zet nu blush. Wie wil nep haar? Nou, het is alweer, even kijken. Hallo, vond ik een vlog. Ja, hallo. Ik moet nog steeds make-up doekjes uit mijn auto halen, hè? Het is 17 over 1. Nee, is het niet. Jawel. En het Brownie. Wat de fuck? Brownie, die gaat dus blijven logeren bij Femke als ik weg ben. Joehoe. Met zijn neefje Icy Spicy. En dan heb ik 2 kinderen. Ja. Oh ja. Het wordt lid. Ja, maar luister dan, je moet Brownie wel uitlaten. Ik ga Brownie sowieso uitlaten. Komt goed, hè, Brownie? Je gaat veel Brownies buiten doen. Ik heb ook een overlevingspakket. Veel Brownies buiten doen. Zo laat komt hij dus binnen. Ja. Ik heb ook een kerstmuts voor Brownie. Ik ga hem even opdoen terwijl hij slaapt. Kom maar, Brownie. Goed zo. Thank you.
Oké, echt wel laat met rust, oké. Okay. En dan zeg je ho ho ho, Merry Christmas. Christmas. Oké, nu is Icy Spicy aan de beurt. Icy is ziek. Ach, zie. Ja, by the way, ik was helemaal vergeten te zeggen op mijn vlog dat we herenigd zijn. Maar ja, dat stond ook op rapnieuws. Is dit natuurlijk Angels. Wereldnieuws. Ja. Het stond ook op rapnieuws. Ja. Maar heel veel mensen vroegen ook waarom. Maar we weten zelf ook eigenlijk helemaal niet waarom. Nee, man. Nee. Het was gewoon... Geef ze elkaar nou een kusje? Oh, dat zag echt lief uit. Ja, I see. Je hebt deze week een... Een vriendje. Niet aan die kont ruiken, jongen. Jawel, hij houdt van zijn kont. Ja, maar dat is toch vies? En andersom ook. Ze likken elkaars ballen en zo, man. Oké, okay, we gaan slapen. Morgen moet ik er vroeg op. Mijn haar fixen. Dus we gaan slapen en ik zie jullie de volgende dag weer. Ciao. Wat is er, Icy? Wat is er, baby? Willen jullie nu alle twee maar aten? Kom maar, Icy. Ja, hi, toeties. Hi, babies. Gaan jullie vechten voor mijn liefde? Gaan jullie vechten voor mijn liefde? Gaan jullie vechten voor mijn liefde, Icy of Brownie? Gaan jullie vechten voor mijn liefde? Oh, Brownie, wat doe je nou? Oh, ben ik zo raar, what the fuck. Ik heb echt matties nodig, man. Oké. Okay. Ik ga een optreden geven voor de honden. Icy, je bent een baby, maar ik kan je mijn liefde niet meer geven. Doem, 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 doem. Icy, je bent zo lief, maar ik kan je niet delen. Doem, 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 doem. Maar Brownie, kom Brownie, dit is jouw... Kom. Kom maar Brownie, dit is jouw stukje, kom. Icy, ik ben Vonneke, ik ben je wifey, yeah. Kom maar, kijk, dit is de hond van Femke. En dit is Brownie, dit is my baby. Ik ben een dog mother. Geen godfather, maar een dog mother. Ik weet niet hoe lang deze vlog duurt, maar ik gooi heel even snel mijn voeten in de lucht. Weeha! Oké, doei. Brownie. Hij is de high class om te lopen, jongens. Zijn kerstboom aan het shoppen. Ik kan echt niet wennen aan de fucking mondkapje. Maar ja. Ik zal even kijken naar een leuke kerstboom. Zoveel keus. Alleen die kerstbomen zijn zo kapot duur. Wie betaalt er nou 100 euro aan een kerstboom? 200 euro. Yo guys, ik ben Pen & Texture in Rotterdam. Dit is my real hair. Ik weet niet of ik het ooit heb gefilmd. Maar ik heb eindelijk de kracht gekregen om jullie dat te laten zien. Dus dat was altijd echt shy. Maar ik ga dus een bob zetten. Ik ga nu zo de after laten zien. Het lijkt echt alsof ik mijn vinger en een stopcontact heb gedaan. Hè. Vroeger toen ik naar school ging was mijn haar precies zo. Ik was even vergeten dat ik zo moet filmen met de rechterarm. Hey Brownie. Ja. Ik ga morgen vliegen naar Turkije. Daarom ga ik nu even mijn haar goed fixen. Ja. Nou, my hair is ready. It's a bob. And it's very slim. Ik heb echt lang geen bob gehad, maar mijn hoofd is ook een beetje dikker geworden. Maar het staat wel super classy, wat sassy. Alleen wou ik het echt zien hoe het eruit ziet met gewoon een goede outfit, zeg maar. Het is echt zo'n sloppy outfit. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Nou jongens, ik ga de vlog afsluiten. Dit was mijn eerste vlog na zo lang. Ik ga proberen elke dag een vlog online te zetten. We hebben onze haar gefixt. Hey, shout out naar Pen & Texture. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En natuurlijk like deze video. Ciao bitches, disco!